Ook Jelle Klaassen tegen Colin Lloyd is een absolute kraker hier in Hengelo bij de Masters of Darts. We gaan live naar het slot van de partij. Het is 2-2 in sets, 1-1 in legs. En dan hoort u Wilco van Schaik en Jacques Nieuwlaat. Ja, het is heel spannend bij deze wedstrijd tussen Klaassen en Lloyd. Jelle Klaassen, die op een 2-0 achterstand stond, helemaal teruggekomen is 2-2. Het is 1-1 in legs in de vijfde en beslissende set. En Klaassen heeft weer iets van toen. De boel laat het ook zien. Net op dit moment Jelle Klaassen op een 2-1 voorsprong tegen Colin Lloyd. Het is het verhaal in deze partij van het scoren van Lloyd, wat fantastisch verzorgd is. Dit is de 11e 180 die Colin Lloyd in deze partij gooit. Tegen het slechte finisher wat Lloyd ook doet. De gemiddelden zijn absoluut in het voordeel van Colin Lloyd. 94 om 90. 180ers, 11 om 5. Ja, daar maakt Lloyd dus het verschil. Alleen hij miste veel dubbels. Dat is het verhaal. Klaassen maakt er fantastisch gebruik van. Hij staat gewoon toch goed te spelen. Gisteren tegen King kwam hij er al aan. Hij laat het in deze wedstrijd zien. Let op, Jelle Klaassen is op de weg terug. Natuurlijk kwam hij heel snel met dat leekzijde. Viel hij kei en keihard. Maar nu krabbelt hij op. En hoe? En dit zou hij nodig hebben. Een overwinning op zo'n topper. En dat is Lloyd. Tot 20 erin. En die er ook nog bij. Ja, nu heeft hij Lloyd echt. Triple 20 heeft Lloyd absoluut nodig. Gooit hem niet. En dan mag Klaassen voor de partij gaan gooien. Vanaf 92. En dus de boel zoeken met de eerste. Bullseye. 10 voor dubbel 16. Dubbel 10 voor dubbel 11. Dubbel 11. Dubbel 11. Ja, dit is een ontlading, denk ik, van binnen. Hij is altijd rustig. Maar dit borrelt. Dit aan alle kanten moet dit een explosie geven aan de binnenkant bij Klaassen. Is dit misschien weer de weg terug voor Jelle Klaassen? 2-0 achter. En hij wint met 3-2. Van niet de eerste de beste van Colin Lloyd. Jelle Klaassen is op de weg terug. En nu in deze landenwedstrijd, inmiddels 6-3, de Nederland komt terug, de Matador, Jelle Klaassen! Jelle, hoe belangrijk is deze overwinning voor jou? Kun je dat omschrijven? Nou, voor mij persoonlijk heel erg. Als ik deze weer had verloren 3-0, dan had iedereen echt gedacht van hij kan echt niet gooien. Volgens mij. En voor mijzelf is dit goed. Ik heb laten zien dat ik terug kan vechten. 2-0 achter en dan toch nog 3-2 winnen. Corinne heeft een paar dubbels gemist, maar ja, dat hoort er ook bij. Had hij ze maar moeten gooien en ik gooide ze wel. Dus heel blij met deze overwinning. Bij Vlagen zag ik weer de Klaassen van de Leekside van vorig jaar. Ja, het is een hele tijd weg geweest en het begint langzaamaan terug te komen. De eerste partij was niet zo goed, de laatste set wel. En de eerste twee sets van deze partij waren, ja, de kwam er ook niet echt lekker in. En ja, het begint weer terug te komen, mooi. Ja, en ik zag ook, jij ging er zelf steeds meer in geloven, gaandeweg de partij vorderde. Ja, het ging steeds makkelijker. Af en toe nog van die loose darts. Ik dacht van, kom op nou, maar het ging steeds beter. En ik ben terug aan het komen. En dan zo'n lekkere 124 finish. En die laatste, die 92 op de boel finishen. Ja, ik dacht gewoon, kom ruim in de 10 en dan gaat hij in de dubbel 10. Nee, dat meen je niet. En dan, ja, gelukkig toch nog die dubbel 11. Ja. En zo snel dan, hè, dat rekenen? Ja, het rekenen zit er wel in, maar het moet ook gebeuren. Dus vanavond eindelijk weer eens een keer lekker slapen? Ja, ja, gelukkig wel. En dan de rest van de week, dit biedt weer hoop. Voor mij wel, ja. Ik ben nou blij en ik weet dat het nou weer goed gaat komen. Blij en opgelucht. Zeker. Dankjewel. Alsjeblieft.